Als ik op de fiets ernaast zou gaan en Jana wil dan op Stacy zou rijden, spring maar achterop bij mij. Ja, ik zou hem haast zo mee naar huis nemen. Fiepe is echt heel erg dik op het moment. Ja, dat is wel erg bijzonder. Dat is wel de climax van het verhaal, ja. Zaterdag, een nieuwe middag op stal. Ik vond nog wat spulletjes die we vergeten waren na de wedstrijd. Even mijn telefoon nog. En hoppatee. We gaan even een buitenritje doen met een nieuwe pony vandaag. En Jana wil is ook mee. Een nieuwe pony is natuurlijk niet meer zo snel. Dus dacht ik dat het wel leuk was als ik op de fiets ernaast zou gaan. En Jana wil dan op Stacy zou rijden. Nou, Miranda wordt al geborsteld hier op de achtergrond. Mama. En wij moeten ook alle klusjes nog doen eigenlijk. Ja. Gaan we dan eerst rijden? Ja, dat doen we maar hè. Ja, ga ik nu gelijk Viva passen. Ja, maar dan in Vina zijn Stacy en Viva alvast uit de wei aan het halen. En ik kom er net achter dat de hooinetten weg zijn. Dus ik ga ook even buiten kijken. Want het is eigenlijk niet de bedoeling dat onze hooinetjes voor buiten worden gebruikt. Ja, inderdaad. Hier hangt nog een hooinet. Dat is een beetje vreemd. Oh, en Jana wil eens op zijn gewone schoenen. En deze blubber. Dat lijkt me nou niet echt handig. Maar hier hangt dus nog een hooinet van ons, zoals jullie zien. Nou, kijk eens, ik heb het goede hooinetje weer op de goede plek gehangen. En wat ik zag in de stal. Let op. Let op. Oh. Hey. Heb je het zo gezellig in de grote stal? Ja, dat is beter dan zo'n klein hokje, hè? Jongens, ik ben echt helemaal geen voorstander van die kleine hokjes. Maar dit konijntje, dat is niet van de boerderij. Maar dat is hier eigenlijk gebracht. En ja, nu kan hij dus niet bij de groten in. Want dat ging niet goed. Ja, ik zou hem haast zo mee naar huis nemen. Want het is zo'n lief konijntje. Ik weet niet eens hoe hij heet. Maar echt super lief. Maar ja, ik heb thuis ook geen ruimte, daarom wonen onze konijnen ook hier op stal. Daar zijn ze! Oh, die zijn, nee, die is. Ja, Chrisje is er ook. En Nicky ook. Zet maar voor de stal daar aan die ring vast. Okay. Ja, en Januwe gaat dus buiten rijden op Stacy vandaag. Ik ga op de fiets. Dus ik ga even kijken of de banden van de fiets hard zijn. Je moet wel even zorgen dat je er een beetje strak vastzet. Want Mierenpiepje die gaat straks daar staan. En ik weet niet of dat heel goed gaat zo naast elkaar. Ik hou ook even de hooinetten aan de kant voor de veiligheid. En dan kunnen we zo nog even hooinetjes vullen. Hier staat de fiets. Heb ik de sleutel wel meegenomen? Ik dacht het wel. Ik ga de banden van de fiets nog even oppompen. Hey, Vina vroeg me net even te helpen met die singel. Maar is het jullie ook al opgevallen? Viva is echt heel erg dik op het moment. En ik zei net tegen Vina. We hebben het alles eerder meegemaakt, Vina. Misschien komt er zo wel een veulen uit. Nou, dan moet je even naar de uiers kijken. Oh ja. Je kan niet aan het buik zien of er een veulen komt. Nee, ze heeft geen uiers. Maar we hebben het al eens eerder meegemaakt, Evina. Zou je het leuk vinden om een veulen te krijgen? Nou, aan de ene kant vind ik het wel leuk. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want? Want als er hetzelfde gebeurt bij Salanka, dan moet ik er misschien weg doen. Ja. Daar heb ik geen zin in. Oh. Ja, Naira is geboren uit Salanka. Oh. En ja, dat ging niet zo goed met Ryan, hè? Mm-hmm. Want Salanka wilde een keer om. Ze draaide een keer om toen... Toen kon ik er nog houden, maar de tweede keer toen ze omdraaide, toen lag ik ernaast. Ja, precies. Toen bungelde ik er ernaast. Maar ik denk ook niet dat er een veulen in zit, hoor. We hebben Viva nu bijna een jaar. En Hoe lang is een paardrachtig ook alweer? 11 maanden. Nou. Heb ik in mijn local quiz over paarden geleerd. Oké, leuk. Nou, ik denk gewoon dat ze veel te veel hooitjes krijgt hier. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. Oh, 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 oh
zoals jullie misschien opgemerkt hebben, heb ik het touwtje hier aanhangen. En rijd ik hierna lekker. Uiteindelijk had ik het touwtje nodig voor Stacy, want die rookt de stal en die wou wel heel gauw naar huis. Dus Januwel heeft zijn primeur gehad. Januwel ging net in galop, hè? Ja. Toen moest hij ook een beetje gillen. Maar goed, het ging goed en je kan het best wel, hè? Ja. Nou goed, het is wel een beetje eng, dus ik hou je even vast. We gaan Polly even ophalen. Maar dan heb je toch een touwtje nodig? Of niet? Nee. Oh. Zo. Is dat de goede stal? Mhm. Mama en ik zijn op weg naar stal en het zonnetje schijnt heerlijk. Dus als het goed is gaan wij een lekker buitenritje maken. Hey, daar is Jana wel op de scooter. Wil je mee? Wil je mee of niet? Ja. Wij gaan wel buiten rijden. Oké, okay. Doei. Dit konijntje had ik gisteren voor jullie gefilmd, dat hij in de stal zat. En hij zit nu in zijn hokje, heeft een lekker worteltje. Maar ik hoorde dus net van Evina dat het konijn Witje heet. Maar Evina, ik vind het eigenlijk wel een hondenpon. Wat vinden jullie thuis? Hondenpon? Is dat een leuke naam? Nou, wij gaan gouden paardjes buiten pakken en ik zie dat mijn batterij knippert en ik ben vergeten om een nieuwe batterij mee te nemen. Dus ik leg deze camera weg en de buitenrit gaan we even stukjes van filmen met mijn telefoon. Die is lekker afgezadeld, hè? Stacy ook. En Stacy staat hier lekker van een slobbertje te genieten. Dat is senioris prioris. Wat Polly dus ook krijgt. En dat krijgt Stacy omdat ze altijd wat aan de magere kant is. Maar wij gaan de klusjes nog even lekker doen, hè, Eve? En we moeten een beetje opschieten, want het is vandaag zondag. Dus we krijgen een bezoek. Yippie! Vive is echt een krengetje. Ze is niet tevreden met haar buurvrouw. Het is al een stuk minder dan in het begin. Maar af en toe valt ze echt uit het niets zo uit naar de buurvrouw. Naar Miranda dus. Ja, net was ik er even lekker aan het kroelen. En toen probeerde ze me ook echt een beetje te bijten. Dus dit soort stal ongeneugd. En daar ben ik niet zo van gediend. Wat kom je nou doen? Kriebel halen? Of ben je gewoon jaloers? Is dat het soms? Misschien heeft iemand van jullie tips hiervoor hoe we dit kunnen verminderen. Het is in ieder geval maandagavond. Een uur of 8 is het al en ik was vandaag nog niet op stal geweest. Maar de zorgboerderij heeft al mijn klusjes gedaan. Echt super bedankt daarvoor. Zo fijn. Maandag is meestal een soort van vrije dag voor mij bij de paarden. En meestal ga ik dan nog wel even 's avonds naar de paardjes toe. Maar ik sla ook wel eens over en soms is dat ook wel eens fijn. Vive! Komt kriebels. Nou, in ieder geval, ik ga weer naar huis, want morgen is een hele belangrijke dag. Morgen meer erover. Ja, ik zit in de auto en ik stel nog even gouden navigatie in. Ik ben al een beetje aan de late kant. Maar wat ga ik nou eigenlijk doen? Vandaag is de eerste dag van mijn opleiding tot paardencoach. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. En we moesten een heel verslag schrijven waar we deze sessie aan gaan en willen werken. En dat is natuurlijk allemaal best persoonlijk, dus ik zal het niet allemaal met jullie delen. Maar ik wil jullie wel graag meenemen op reis. Op de hele reis van deze paardencoaching leerschool voor mij. En hoe ik dat ervaar en misschien ook wel wat dingen alvast met jullie delen. Hoe paardencoaching nou eigenlijk echt in zijn werk gaat. Misschien vinden jullie het wel interessant om dat te zien. Ik zal straks ook vragen of ik wat delen mag filmen. Niet alleen voor mezelf, want ik moet natuurlijk ook reflectieverslagen schrijven. Maar ook zodat ik het een en ander met jullie kan delen.
En jullie kan laten zien wat paardencoaching nou eigenlijk is. Ik ga dus geen paarden coachen. Ik ga geen paarden leren coachen. Nee, ik leer straks in de coaching dat de cliënt wie ik coach, of de coachee, die wordt gespiegeld door het bijzijn van het paard. Want een paard is een hele erge spiegel voor de mens, omdat een paard een kuddedier is. Maar later daar meer over. Ik ga nu op pad, want de tijd loopt. En onderwijl dat we een lekker muziekje luisteren, rijden we weer een kant op. Voor eeuwig is u heerschappij. Jobre in our land, so we pour out our praise. Ik ben hier aangekomen op de locatie van Stay and Pray en ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik zijn moet. Ik heb een heerlijke autorit gehad, heerlijk gezongen in de auto. Ik vind het altijd zo fijn dat je een uurtje echt in de auto zit en lekker kan zingen. Maar ik ga nu even kijken waar ik zijn moet en dan horen jullie meer. Oh, kippetjes! Ja, deze locatie kennen jullie natuurlijk al, want ik ben hier eerder geweest. Oh, poesje! Miauw! Voor de masterclass. Ik ben nu onderweg naar de piepelwagen, want daar mag ik me gaan melden voor mijn eerste coaching sessie. Schat, mijn billen dan niet goed staan. De weerstand dat je dan hebt verleden. Oké. Okay. Paarden zetten we de wil naartoe staan. Hij doen ze om zichzelf te beschermen. En weerstand niet. En dat is echt een heel duidelijk zo even daar ging staan. Ik dat het even bij mij om. Maar ja, ze blijft toch naar de poep toe. Ze blijft, ja. Dus is waar voor jou in het verleden zit die weerstand? Moet ik even graven in mezelf. Kijk. Ja. Dat is geen toeval meer, hè? Nee. Waar krijg jij nog buikpijn van? Ik noem buikpijn, maar de poep is anders dan de andere poep. Zie je? Ja. Een diarree, dat is bij ons een buikpijn. Nee, dat is niet fijn. Dat ja. Het ook niet. Zie hoe sta je te leven? Ja. Ja. Mm-hmm. Dan mag je even je afschudden. Mm-hmm. Dat is ook echt even deed. Ja. Bijzonder, hè? Ja. Ja, dat is wel erg bijzonder. Dat is wel de climax van het verhaal, ja. Ik vind het zo mooi dat je spreekt het uit. Dat het zo duidelijk even laat zien voor jou, maar het is echt voor jou. Ja. Hoppa, weer Bob even naar te delen. Ja. Ja. Wat voor boodschap neem je mee? Nou, heel veel. Ik kan het niet samenvatten. Stel dat je met paarden dan kon praten, wie zou dan een boodschap voor jou hebben? Wat zou die dan zeggen? Nou, ik was heel erg gericht op de bonten, maar ik denk toch meer dat het de haflinger is die mij echt nu coacht. En die echt zegt van, laat het verleden, laat die shit nou maar liggen. Gaat ze weer poepen? Ja. Dat is wel genoeg hoor, de boodschap is duidelijk. Zo, dat was echt heel bijzonder zeg. Ik heb nog een rode neus van het buiten zijn. Het is allemaal best wel koud en fris nu en een beetje miserig was het. Maar moet het allemaal even laten bezinken. Maar in één woord, bizar. Bizar? Wauw. Overweldigend. Ik kan er nu nog even geen woorden aan geven. Ik ga lekker op de terugweg naar huis. Het even allemaal laten processen en verwerken in mijn hoofd wat er allemaal gebeurd is net. De reactie van de paardjes even voor mezelf verwerken. Verwerken wat ik nu allemaal heb gezien,
gehoord, beleefd. De beelden terugkijken als ik thuis ben. En dan kom ik er misschien nog eens even op terug. Na zo'n lange dag van de paardencoaching sessie ben ik lekker even op stal. De paardjes heb ik binnengezet. Het regent buiten heel erg. Dus de ezeltjes daarachterin staan ook lekker op stal. Er zijn nog wat jonge meiden bezig, want die gaan nog op Miranda rijden. Maar die zijn erg aan het giebelen. Dat hoort erbij, hè. En nou, Viv is ook lekker rustig aan het eten. Gelukkig is ze niet meer zo vijandig als jullie eerder in deze vlog hebben kunnen zien. Jade is ook lekker aan het eten. Hi Jade. Nou, misschien dat ik jullie binnenkort wat meer vertel over de paardencoach sessie. En misschien hebben jullie vragen. Stel ze dan gerust even in de comments. Maar voor nu ga ik deze vlog afsluiten. Ik zeg abonneren en liken. En tot de volgende vlog.